Wie ben jij? Fenna. En jij kan een dansje of niet? Ja. Hoe heet het dansje? Chichua. Nou, ik zou zeggen, doe maar dan. Schouders op, hoofd omhoog, billen naar achteren, voeten naar binnen, tong naar buiten. Chichua. We bestaan volgend jaar 15 jaar. 15 jaar alweer, hè? En hoe gaan we dat vieren? Nou, er komt een heel scala aan hoogtepunten, denken wij, te gaan creëren volgend jaar. Maar daar mogen we nog niks over loslaten, dus we houden het een beetje spannend. We lanceren in ieder geval het nieuwe album volgend jaar en dan gaat het helemaal goed komen. Hoe gaat het nieuwe album heten? Dat is een goeie. 15 jaar wordt het Rio. Ja, ik heb wel een hoogtepunt, ja. Ja, toch wel. Ik vond het optreden in de Arena en op de Kuip vond ik... En Ahoy, jaarlijks, vind ik wel een van de hoogtepunten qua grootheid van het publiek. Maar wat ik ook heel erg speciaal vond, was toen wij in het buitenland op Curaçao op het strand zaten met z'n drieën, een gitaartje, een biertje in de hand. En ik hoorde dat de 10 kleine tuinkabouters, 10 jaar geleden ongeveer, op 1 hadden staan in de Nederlandstalen top 20. Nog één keer, 2010, wat gaat er dan allemaal gebeuren voor One Two Trio? Ja, je wilde het echt weten, hè? Ja, in ieder geval 15 jaar wordt het trio en het wordt gewoon een jaar met heel veel hoogtepunten, hopen wij. En we gaan natuurlijk gewoon verschrikkelijk veel optreden weer. Ja, zeg het maar, waar we naartoe gaan. Zeg het maar. Zullen we het zeggen? Ja, wij zijn trots te mogen mededelen, dames en heren, dat wij naar het Songfestival gaan voor Nederland. We mochten het eigenlijk nog niet vertellen, dus sorry diegene waarvan we het niet mochten vertellen. Maar jullie hebben een primeur. One Two Trio, Songfestival 2010. Welk Songfestival? Junior Song? Ja, dat zat ik even... Het is wel genoeg zo, hè? Ja, okay. Het is duidelijk. Cut. Doei.